Goedenochtend, gemeente. Gemeente, de opdracht die ik kreeg was om een preek te maken voor een groep van een gemiddelde leeftijd van 25 tot 35 jaar. Veel gezinnen met relatief jonge kinderen. Ik mag absoluut niet langer spreken dan 35 minuten. Het moet praktisch toepasbaar zijn in het dagelijks leven. En het moet met advent te maken hebben. Dat is de opdracht. U snapt, dat maakt het niet altijd makkelijk, dit soort dingen. Maar wij doen ons best. Meer kan ik niet doen. We gaan kijken wat dat gaat brengen. Het gedeelte wat ik met u lees, dat komt uit de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze. Efeziërs hoofdstuk 5. Efeziërs hoofdstuk 5 vanaf vers 21. En ik lees u uit de NBV-vertaling, de nieuwe Bijbelvertaling. Daar lezen we dit: aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer. Want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk. Het lichaam dat hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. En vaak stoppen we dat. Maar de tekst gaat door. En dan staat er dit: mannen, heb uw vrouw lief zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven, om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden, om haar in al haar luister bij zich te nemen. Zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Zo moeten mannen hun vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam. Integendeel, men voedt en verzorgt het zoals Christus de kerk. Want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. Dit mysterie is groot. Ik betrek het op Christus en de kerk. Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf. En dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. Tot zover dit gedeelte. En dit is de tekst. En als je dat nou eens toepast of ziet in het licht van Goede Vrijdag. Laten we bij het begin beginnen. We zitten richting Advent. En daarin zien we hoe lief de Heere God de wereld gehad heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft. God heeft de wereld lief en wil dolgraag dat zoveel mogelijk mensen in zijn koninkrijk komen. Liefde vanuit de Heere God zelf. En zo zegt Paulus in zijn brief aan de gemeente te Efeze dat de mannen hun vrouw lief moeten hebben. Maar laten we dus kijken naar die brief aan de Efeziërs. Hoe is dat ontstaan? Waarschijnlijk geschreven vanuit Rome, daar zit hij gevangen, Paulus. En dan moet u denken aan de jaren 60 van de eerste eeuw. En dan weten we uit Handelingen 19 dat hij daar een gemeente heeft gesticht. Priscilla en Aquila hebben dat al eerder, hebben daar wat van het evangelie verkondigd. Maar dan komt op zijn derde zendingsreis Paulus daar ook en hij blijft 2 jaar in Efeze. En vanuit de gehoorzaal van Tyrannus, zoals dat in Handelingen beschreven staat,
predikte hij 2 jaar lang het evangelie, waardoor de hele provincie Azië dat evangelie hoort. En dus de gemeente te Efeze is goed geïnformeerd, theologisch gezien. Zij weten goed hoe het in elkaar steekt. En als Paulus dan een aantal jaren later een brief schrijft aan de Efeziërs, dan ben ik benieuwd, wat wil hij dan nog zeggen? De eerste 3 hoofdstukken gebruikt hij om nog eens samen te vatten alle zegeningen die we in Christus hebben als gelovigen. En daar wijnt hij wat over uit wat het betekent om in Christus te zijn en wat voor een enorme zegen dat betekent. En dan beëindigt hij die 3 hoofdstukken met aan te geven dat een van die zegeningen is ook dat de scheidsmuur tussen de gelovigen uit heidenen en uit joden, dat die scheidsmuur weggevallen is en we praten nu over 1 volk van God onder leiding van de Heer Jezus Christus. Zo heeft hij dat dus eerste 3 hoofdstukken beschreven en hij zegt er op een gegeven moment ook: wij zijn geschapen om goede werken te doen, opdat wij daarin zouden wandelen. En daar zie je ook die praktische kant. Theologie is niet alleen iets wat heel theoretisch is, maar heeft zeker bij Paulus altijd een praktische component. Dat zie je hier dus ook duidelijk gebeuren. Want in die hoofdstukken 4, 5 en 6 maakt hij het wel heel erg praktisch. Hij heeft het dan over de christelijke levenswandel. Dus vanuit de theologie gaat hij naar de praktijk. Wat betekent het om in Christus te zijn, hier en nu? In deze tijd. En dan zegt hij bijvoorbeeld: als gevangenen in de Heer vermaan ik u dan te wandelen waardig de roeping waarmee u geroepen bent. Als Christus je roept, en ik hoor weer van een doopdienst die gaande is, als je het begin met christelijk geloof, dan ga je dus hem volgen. Hij is de Heer en je gaat hem navolgen. Hij is degene die instructies geeft. Zijn onderwijs wordt het centrale thema in je leven. Dat ga je doen. Dat is de christelijke levenswandel. Hij zegt ook in dezelfde brief, in hoofdstuk 4 ook, dan zegt hij dat er dus wel een bepaalde scheidsmuur blijft, namelijk in de zin van dat het verschil tussen hoe heidenen leven, mensen die zonder God zijn, en hoe degenen die met God zijn, een ander leven leven. Hij zegt dan bijvoorbeeld: op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem, u moet niet meer wandelen zoals de heidenen wandelen, vervreemd van het leven van God. En hij vervolgt in vers 20, jullie geheel anders, jullie hebben Christus leren kennen. En dat betekent de oude mens afdoen als niet gelovige, dat laat je achterwege en je gaat het nieuwe doen omdat je Christus hebt leren kennen. En dan praat je over wandelen in de liefde, wandelen in het licht. En hij zegt dus ook, zie dus nou letten toe hoe je wandelt. En dat is wat Paulus de Efeziërs meegeeft. Vanuit de zegeningen die je hebt in Christus, zegt hij, zorg dan dat je leven daarop afgestemd is. Dat moet zichtbaar zijn. Dat je Jezus navolgt. En dan heeft hij het in hoofdstuk 5, waar we net een stukje uit gelezen hebben, gaat hij dat praktisch uitwerken. Wat het betekent voor het gedrag van vrouwen, wat het betekent voor het gedrag van mannen, wat het betekent in betreft hun vaderrol, wat betreft voor werkgevers, wat betreft voor werknemers. Dat heeft allemaal gevolgen als je in Christus bent. Nou, al die onderdelen kan ik niet in 35 minuten allemaal uitwerken. Maar de tekst dus, die ik wel degelijk gekozen heb hier, is deze. In vers 21, ik weet niet of je dat opgevallen is, als je een andere vertaling gebruikt hebt, dan zie je dat vers 21, aanvaardt elkaars gezag, dat in veel vertalingen aan het stukje daarvoor zit. Maar de Nieuwe Bijbelvertaling heeft het gekozen in het gedeelte wat er volgt. En ik denk terecht, een goede keuze.
Je krijgt de indruk van aanvaard elkaars gezag, dat het in de gemeente is ten opzichte van elkaar. Dat we elkaars gezag herkennen. In de zin van iedereen ten opzichte van elkaar. Maar dat kan niet het geval zijn. Waar het juist om gaat is, dat dat Griekse woord wat daar gebruikt wordt, dat gaat over hypotassomai, je mag het vergeten, of het niet onthouden. Maar dit is een Grieks woord wat gebruikt wordt in het leger. En een werkwoord wat betekent van, je schikt je aan je meerdere. Het gaat dus over gezagsverhoudingen. En wat hier bedoeld wordt in vers 21 is dus, aanvaard de gezagsverhoudingen die er zijn. En we lezen dan in de versen die daarna volgt, iets over de vrouwen, ten aanzien van een gezagsverhouding. Ik weet niet wat uw algemene beeld is, maar in de evangelische kringen heb ik meer zo het idee van, als het gaat over dit soort zaken, de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. We lezen in Genesis 2 dat zij de hulp is van de man, en dan in Korinthe lezen we nog dat ze moet zwijgen in de gemeente. Ja, dan heb je een aardig beeld van hoe dat onder evangelische christenen zo'n beetje ongeveer zit. Het werkt een bepaald beeld op en dan heb je ook nog de drie teksten ongeveer bij elkaar en dan heb je een bijbels beeld. Nou, degene die bij het evangelisch college studeren, die weten, zo ga je niet met de Bijbel om. Elke tekst heeft een context. En context bepaalt de betekenis. In dit geval, bijvoorbeeld als je gaat naar Genesis 2 over dat de vrouw de hulp is van de man, dan lees je ook in datzelfde Oude Testament dat de Heere God, en dan wordt precies hetzelfde woord gebruikt, de helper is van Israël. Ja. En dat betekent dat dus betekenis een hulp wel degelijk kan zijn, zij die in feite de meerdere is. Had u misschien nog niet zo gedacht. Maar dat beeld wordt wel degelijk gecreëerd op die manier. Het heeft dus meerdere kanten, dat wil ik er maar mee zeggen. Als je kijkt naar Paulus, die vaak als vrouw onvriendelijk wordt beschuldigd, zeer onrechte, die zegt bijvoorbeeld in Galaten, hoofdstuk 3, want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. U allen bent immers één in Christus. Dit is revolutie in de eerste eeuw, als je dit schrijft. Dat slaven en vrije exact hetzelfde zijn. Dat man en vrouw exact hetzelfde zijn. Jood of Griek, exact hetzelfde zijn. Als je in Christus bent, is er geen enkel onderscheid. In zijn brief aan de Korintiërs schrijft Paulus dit. Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, maar haar man. En dan zou je denken, dan staat er een punt. Nee, die staat er niet. Dit wordt namelijk vervolgd met, en ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw. Over gelijkheid gesproken. En dit in de eerste eeuw was revolutie. Zo totaal anders dan men gewend was. En dat was allemaal dankzij Christus. Jij totaal anders als je in Christus bent. Dan leef je totaal anders. Waarom spreekt Paulus hier over gezag? De vrouw herkent gezag van uw man. U moet het zien als een schip. Dat heeft een kapitein, dat heeft allerlei stuursbelieden enzovoort, matrozen enzovoort. Stel dat allemaal christenen zijn. En ze zijn allemaal gelijk in Christus. Dat zijn ze. Maar hoe wordt dat schip dan verder bestuurd? Er moeten bepaalde praktische gezagsverhoudingen zijn om te zorgen dat de kapitein uiteindelijk dingen beslist en dat het schip goed vaart.
Ik ben zelf verantwoordelijk voor een christelijke organisatie als werkgever. Werken ruim 20 mensen daar. Als iedereen zich als directeur gaat gedragen, is de school snel ten einde. Er moeten praktisch gezien een aantal gezagsverhoudingen zijn. Dat geldt in allerlei lagen, ook in het leger natuurlijk, wat ik al net al aanhaalde. Er is een bepaalde rangorde. En als Paulus dus zegt, aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus, bedoelt hij, aanvaard de gezagsverhoudingen die er zijn. En in dit geval, in een gezinssituatie, om dat praktisch goed te laten functioneren, zegt hij, laat de vrouwen het gezag van de man erkennen. 100% gelijk in Christus, maar naar de praktische functionaliteit, erken het gezag van je man, zodat dat harmonieus verloopt. Weet je wat mij opvalt? Die tekst over het gehoorzamen van die vrouw en die mannen. Hoe vaak ik dit niet gehoord heb. Maar het gaat om 3 versen hier in Efeze waar het over gaat. Maar er zijn 9 versen dat mannen van hun vrouwen moeten houden. En wie van u heeft daar ooit een preek over gehoord? En dat bedoel ik dus. Vroegen dus anders. 9 versen. Waarbij het gaat om christelijke levenswandel. Reden waarom ik hiertoe gekomen ben tot deze preek is vooral dat ik hoor in mijn omgeving en zo in Nederland dat er in christelijke gezinnen nogal wat echtscheidingen zijn. Het is zelfs zo dat in Amerika, ik heb het niet gecontroleerd, maar het is mij verteld, dat onder de christenen meer echtscheidingen zijn dan onder de niet-christenen. Het maakt me woedend. A. Hoe de man dan omgegaan is met zijn vrouw. De schade die wordt toegedaan aan de kinderen. Maar bovenal hoe het getuigenis van Jezus Christus ernstig schade leidt. Wat is hier gaande? Het werkwoord wat hier gebruikt wordt in dit vers. Mannen, heb uw vrouw lief. Het werkwoord wat daar gebruikt wordt is agapao, van agape, opofferende liefde. En Paulus gebruikt 3 illustraties daarna, en die komen in die versen die daarna volgen, om te laten zien hoe dat, een soort illustratie, wat dat betekent om de vrouw dan lief te hebben. In de eerste plaats heeft hij het over de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Bewust heb ik het geplaatst in het begin bij de context van Goede Vrijdag. Als je kijkt wat Jezus heeft gedaan om zijn bruid te werven, hij heeft zijn leven daarvoor gegeven. En dat is de vergelijking die Paulus maakt naar mannen toe om je vrouw lief te hebben. Een hele sterke vergelijking. De tweede vergelijking die hij heeft in die versen daarna, 28 en 29, laat zien dat zoals je van jezelf houdt als persoon, als mens, zo hou je ook van je vrouw. Daar zit geen verschil in. En in die laatste versen, 30 tot 32, een derde illustratie waarbij het gaat om de eenheid tussen man en vrouw, ten aanzien van de seksuele gemeenschap. Die eenheid, zo is er ook tussen Christus en de gemeente, een enorme hechtheid. En zo laat Paulus zien hoe de man verantwoordelijk is als hoofd om hiervoor te zorgen. Zo vaak hebben we het dan wel eens dat de man het hoofd is van het gezin, maar allemaal prachtig. Maar wat betekent het qua verantwoordelijkheid? Christus heeft alles gedaan, en dat beschrijft Paulus hier, opvallend zoals hij daarover uitweidt, dat uiteindelijk de bruid volmaakt zal zijn. Volmaakt gelukkig.
Je leest het uiteraard in Openbaring, in het laatste hoofdstuk, hoe het uitwerkt in de Nieuwe Jeruzalem. Maar alles doet Christus eraan, omdat zijn bruid gelukkig zal zijn. En dus is de vraag, mannen, wat doen wij als navolgers van Jezus, dat onze vrouw dolgelukkig is? Want dat is wat Paulus hier weergeeft. En als je dan weet dat er in Nederland, ik weet niet hoeveel echtscheidingen zijn, dat is schering en inslag. Een makelaar zei eens tegen me, van al die borden die er staan te koop, hij zegt, het merendeel heeft te maken met echtscheiding. Elke keer dat je bord ziet te koop, daar is een echtscheiding achter voor de meeste gevallen. Dan horen wij geheel anders te zijn. En zijn wij mannen verantwoordelijk voor het geluk van onze vrouw. Dat is wat Paulus hier nadrukkelijk in 9 versen weergeeft. Wat betekent dat in de praktijk? Mannen. Als je ziet hoe Paulus dingen beschrijft, dan laat hij altijd zien dat bepaalde dingen niet moeten. En bepaalde dingen moet je wel doen. En daar ga ik een paar voorbeelden van geven. En kijk maar wat van toepassing is. Wat je niet moet doen en wat je dan moet doen. Het zijn voorbeelden, het is niet compleet. Het is een beperkt hoeveelheid. Kijk. Wat niet te doen, daar start ik maar mee. Ik eindig positief. Maar eerst maar negatief. Geen pornografie kijken. Ik weet niet voor wie het van toepassing is. Ik ken de meeste van u niet. Maar wat ik hoor is dat wel degelijk bij de christenmannen dit wel degelijk plaatsvindt. En dan denk ik, hoe is dit mogelijk? Ja, ik snap het wel. Maar als je weet wat voor industrie erachter zit, van vrouwenhandel, vrouwenuitbuiting, alle vrouwenonderdrukking, alles wat slecht is, alles wat goddeloos is, kom je daar tegen. En daar ben je dan als christenman consument van? Nee. Exact. Iedereen snapt het. Jezus zegt zelfs, als je een vrouw aanziet om te begeren, dan pleeg je al overspel. Pornografie kijken betekent indirect tegen je vrouw zeggen, jij bent niet goed genoeg. Tweede, geen overmatig alcoholgebruik. De Efezebrief is daar duidelijk over. Bedrinkt u niet. Er is niks tegen alcohol, niets verkeerds aan. Het gaat me over overmatig drankgebruik. Waar ligt de grens? Bij wat je vrouw zegt. Als je vrouw zegt, Jan, je drinkt te veel, dan kun je er zeker van zijn, dan drink je er wel. Slecht voor je gezondheid, slecht voor de relatie met je vrouw, slecht voor je kinderen, een heel slecht voorbeeld. Doe er wat aan. Geen geruzie. Zeer ondermijnend voor je huwelijk. Boos worden is op zich niet verkeerd. Maar het is de vraag, hoe word je boos? Er is een site, christelijke organisatie, goedboosworden.nl. Dat zegt iets. Paulus schrijft in dezelfde brief, de Efezebrief, die zegt dit. In vers 26 van hoofdstuk 4 schrijft hij dit. Over boos worden. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En in vers 31. Laat alle wrok en drift en boosheid varen. Alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Instructie van Paulus. Gij geheel anders. Met andere woorden, als hoofd van het gezin, want dat zijn we dan,
Laten we in dit opzicht ook het juiste voorbeeld geven. Mannen. En als er bepaalde conflicten zijn, er kunnen meningsverschillen zijn, hou dat in de greep, zeg maar. Laat het deescaleren. En zeg, vrouw, we zullen mijn mening hierover. Ik slaap er nog een nachtje over. Ik kom erop terug. Dat lijkt me heel wat beter dan al dat andere wat verkeerd en slecht is. En wat veel kwaad veroorzaakt. Het kan zijn dat ten aanzien van die pornografie of ten aanzien van dat overmatige alcoholgebruik of zelfs ruzie, en dat kan zelfs slaande ruzie zijn, slaande ruzie met je vrouw. Ik dacht daar nog over, toen dacht ik, Christus slaat zijn bruid niet, maar laat zich slaan voor zijn bruid. Heel anders. Ten aanzien van die dingen, ruzie, alcoholgebruik, pornografie, als je zelf geeft, ik snap het wel wat je zegt, het is ook waar wat je zegt, alleen ik weet niet hoe ik het doen moet, want dat lukt me niet, dat kan. Dan zit je in de richting van verslaving. Maandagochtend, 9 uur, bel een organisatie om je daarmee te helpen. Stel het geen seconde langer uit. Dit is top prioriteit. Het gaat om je leven met Christus en om het leven met je vrouw. Dit is buitengewoon belangrijk. Werk hieraan, doe er wat mee. Leef zoals Christus het wil. De belangrijkste die ik noem, wat je niet moet doen, is deze. Negatieve communicatie. Dit gebeurt veel meer dan het zou moeten. Wat bedoel ik ermee? Ik ga wat extreme voorbeelden noemen, als ik hoop dat dat extreem is. Vrouw, dat eten wat je dan gemaakt hebt, het is niet te vreten. Zou niet eens een kookcursus vervolgen? Je ziet er niet uit, trek er toch wel wat fatsoenlijks aan. Zit je nou weer te snoepen, moet je nou nog dikker worden? Wat een puinhoop is het in het huis. Je hebt zeker weer niks gedaan. Dit zijn voorbeelden van negatieve communicatie. Als je huwelijk wil ruïneren, dit is perfect. En, dit is misschien wat extreem gesteld, maar als je het gaat observeren, je analyseert je eigen communicatie als man ten opzichte van je vrouw, moet je eens kijken hoe vaak het negatief is. Meer dan je denkt. Ik ben dit zelf gaan toepassen. Na een week zei mijn vrouw recent, Kees, je bent liever geworden. Na 42 jaar huwelijk. Waarom heb ik dit niet 40 jaar geleden toegepast? Had ze er 40 jaar langer plezier van kunnen hebben. Communicatie. Hoe communiceer je naar je vrouw toe? Ze zeggen altijd bij een klas of zo, als een klas negatief reageert op een docent, die krijgt de docent die je verdient. Zo is het misschien ook al mensen de vrouw. Als je negatief communiceert, dan krijg je de vrouw die je verdient. Ik ga naar het positieve gedeelte. Dat is leuker. Dat is snel. Dat is nummer 1. Wat we vaak niet in de gaten hebben is hoe belangrijk onze vrouw is. Ik zat al met name op te bedenken toen in Utrecht, in die tram, een aantal vrouwen daar neergeschoten zijn. Moet je je voorstellen dat het jouw vrouw is. Dan hoop ik niet dat je zegt dat was ik van een probleem af. Dat kan. De huwelijken enzovoort zitten, of je bent smoor verliefd, of je hebt echt schrijvingspapier al in je hoofd zitten. Daar kan een heleboel tussen zitten. Maar wat je vaak niet in de gaten hebt, is het belang van je vrouw. En denk er eens even over na wat dat in jouw geval betekent. Als zij er niet zou zijn. Betekent dat ze vandaag niet in de kerk zou zijn. Betekent dat als je thuis bent, dat het huis leeg is. Dat betekent, en nogmaals, kijk wat er van toepassing is of niet. Zijn ze ook degene
Nee, laat ik hier het belangrijkste zeggen. Zij is je levenspartner. Er is niemand die haar kan vervangen. Op het moment dat dat wel gebeurt, dan betekent dat dat een deel van je leven weg is. Want de ervaringen die je samen gedeeld hebt, zijn positief, het zijn negatief. Dat heb je samen beleefd en niemand weet ervan, alleen jullie beiden. Zij is onvervangbaar in dat opzicht. Zij is degene die je meeleeft, jou het beste kent. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Zij is misschien ook degene die je kinderen heeft gegeven. Recent heb ik, laten we zeggen, 3 kleinkinderen erbij gekregen. Van 3 situaties heb ik gehoord, 3 verschillende vrouwen betrof dit dus. En als je dan hoort wat daar gebeurd is om die kinderen ter wereld te brengen, dan mag je daar wel niet jaloers op. Dat kan ik je wel vertellen. Dat is drama. Vrij ernstig zelfs. Dan moest die IC enzovoort aan het pas komen, enzovoort, enzovoort. Narigheid. Maar zij is degene die ervoor gezorgd heeft dat jij kunt zeggen, ik ben vader of ik ben moeder. En vader of ik ben van een zoon of van een dochter. Dat heb je aan die vrouw te danken. Niet onbelangrijk, denk ik. Zij is ook degene die voor de kinderen zorgt, het aanspreekpunt is van de kinderen. Zij is degene die vaak het evangelie doorgeeft aan je kinderen. Zij is misschien degene die boodschappen doet. Zij is diegene die voor je kookt. Die misschien voor je kleren zorgt. Die misschien de was doet, de strijk doet. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Zij voorziet in je seksuele behoeften. Ook niet onbelangrijk. Zij voorziet wellicht in een stuk inkomen. Kijk nou voor jezelf eens, neem maar de lijstjes door. Wat zij allemaal doet, dit wordt zo vaak gewoon gevonden. Maar ze is niet gewoon. Zij is bijzonder. Zij is belangrijker dan je werk. Belangrijker dan de kerk. Zelfs belangrijker dan je kinderen. Belangrijker dan je portemonnee. Belangrijker dan je auto. Belangrijker dan je hobby. Vul het zelf maar in. Zij is altijd belangrijker. Houd dit eens in de gaten. Denk er eens over na. Kijk eens voor jezelf wat zij allemaal voor je betekent. Zij is nummer 1. Daar gaat het me om. Belangrijker, wie dan ook. Zijn hier ongeveer, wat zullen er zijn? 2,5 miljard vrouwen. Zij is nummer 1. Ja. Niemand kan haar vervangen. Onvervangbaar. Nummer 1 dus. Tweede. Positief communiceren. Dat kan op allerlei manieren. In de Colossensebrief schrijft Paulus: mannen, hebt u vrouw lief? En wees niet ruw tegen haar. Dat is niet fysiek, maar ruw in de zin van woorden. In de Filippense brief schrijft Paulus: uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend, behalve bij je vrouw. Dat laatste staat er niet. Voor het geval u dacht. Maar waarom wordt er zo bot vaak tegen vrouwen gesproken? Je eigen vrouw notabene, die wat ik net heb duidelijk gemaakt, hoe belangrijk ze is. Vriendelijkheid ten opzichte van iedereen, maar dan niet bij je vrouw? Is dat niet buitengewoon vreemd? Lief zijn, het is een open deur. Want natuurlijk zou je lief voor haar moeten zijn. Hoe belangrijk is ze? Geef een voorbeeld. Je hebt een auto gekocht. Prachtig. Limited edition. Speciale kleur. Schitterende velgen. Het is een juweeltje. En je vrouw gaat ermee boodschappen doen. Zij komt terug en moet jou iets vertellen. De vraag is: hoe vervuld met de Heilige Geest ben je dan? Als zij nummer 1 is, ga je geen eens kijken wat er gebeurd is. Maar je zegt: vrouw, ik zal wel geschrokken zijn, zal ik een kopje koffie voor je schenken. Kun je het volgen? Je vrouw nummer 1, houd dat in de gaten. Ik zie dat ik met mijn tijd in de gaten moet houden. Dus ik ga nu snel verder. Geef haar complimenten. Als ze iets lekkers gemaakt heeft. Ik had net over het negatieve van koken enzovoort.
Als je nou iets lekkers gedaan hebt, dan zeg je bijvoorbeeld van... Vrouw, ik begrijp niet waarom jij niet meedoet aan het programma van Heel Nederland Bakt. Of als het werkelijk heerlijk gesmaakt heeft, zeg dan... Vrouw, zou Herman Blijker hier geweest zijn, die had niet lekkerder kunnen koken dan wat jij vanavond gepresteerd hebt. Kijk, dat is een compliment. Dat is leuk om te horen. Enzovoort, enzovoort. Je zijn plenty voorbeelden. Complimenteer haar. Wees positief. Derde. Bijzondere aandacht geven. Dat kun je op allerlei manieren doen. Als het gaat over data. We hebben natuurlijk haar verjaardag. Maar we hebben ook nog natuurlijk de trouwdag. We hebben Valentijnsdag. We hebben Internationale Vrouwendag. We hebben Complimentendag. We hebben de Sint. We hebben Kerst. Ik wil, hoeveel moet je er hebben? Schrijf het in je agenda. En verzin iets. Het hoeft niet, je hoeft geen miljonair te zijn. Grote cadeaus enzovoort. Dat is niet waar het om gaat. Het gaat om aandacht. Het gaat om te laten zien. Zij is belangrijk voor me. Weet je wat je hier ook eens een keer zou kunnen doen? Spring een keer een avond af. En dan de kinderen in bed. En dan op een gegeven moment stel je, vraag je van je vrouw. Stel je de vraag. Wat vind je zoals ik met jou omga? Van 0 naar 10. Geef eens een cijfer. Moet niet schrikken als het een 3 is. Maar misschien is het een 6. Hoe kan het een 10 worden? Bespreek het eens. Kijk wat je beter kan doen. Neem haar mee uit naar een concert. Dump de kinderen ergens. Dat zijn stoorzenders. Ik heb er 4 hoor, ik weet waar ik het over heb. Het zijn stoorzenders. Je moet aandacht voor elkaar hebben. En die kinderen krijgen altijd aandacht. En als ze die krijgen, dan vragen ze er wel om. Of dan vragen ze zodanig dat je wel aandacht aan moet geven. Ik zeg niet dat je in de schuur moet dumpen, ergens bij schoonouders, bij de grootouders enzovoort, ook bij buren, ook bij vrienden, maar ergens waar het goed is, prima. Maar aandacht voor elkaar. Zo belangrijk. Weekendje weg. Als ik kijk naar mijn oudste zoon, die heeft de vrijdagavond gepland samen met zijn vrouw. Wekelijks. Altijd druk, beide. Maar vrijdagavond is hun bijna avond. Nou, zo kun je op allerlei manieren zelf kijken van... Hoe kan ik zoiets gaan regelen? Als je dat al niet doet. De tijd is om, dus ik laat het hierbij. Ja, ik kan nog heel lang willen praten. Maar de reden waarom ik dit allemaal zeg is... En ik hoop dat je dat doorhebt... Als je nou kijkt hoe Christus alles ervoor heeft gegeven om zijn bruid gelukkig te laten zijn, dan betekent dat, zoals Paulus dat hier schrijft, dat wij mannen verantwoordelijk zijn dat onze vrouw gelukkig is. En als je daaraan werkt en dat serieus neemt, dan is dat goed voor jezelf, is het goed voor je vrouw, is het goed voor je kinderen, is het goed voor de buurt om je heen, want je laat zien dat je anders bent dan wat in de samenleving gaande is. Het is goed voor de gemeenschap van de Heer in totaliteit. Je verspreidt daarmee de geur van Christus. Had je het in de gaten, dat filmpje van Feyenoord. Dat er een man en vrouw is die samen aan het bidden zijn voor die man boven. Als je een goed huwelijk hebt. Dan kun je samen dingen voor de Heer doen. En dat heeft kracht in de geestelijke wereld. Weet je wat ze in de hekserij... Daar bidden ze tegen christelijke huwelijken dat die uit elkaar zullen gaan. Wordt specifiek voor gebeden dat christelijke huwelijken uit elkaar gaan. Laten wij geheel anders zijn in de navolging van Jezus. Die alles deed ter wille van zijn bruid. Zodat we een sterk huwelijk hebben. En zo de eer van de Heer God hoog houden. Goeie vrijdag. Iets om in deze context te plaatsen. En te zeggen, wat doen wij zodat het huwelijk goed is? Dan krijg je een hele andere sfeer
dan dat je in de wereld tegenkomt. Zo zijn we anders en verheerlijken onze God door de manier waarop we in onze levenswandel bezig zijn. De Heer zegen ons in dit alles. Amen.